Deze heet Prinses Prutje zoekt een ridder. Want dat past wel bij het thema. Ja, wel een beetje. Zo, zit je lekker? Ja. Okay. Prinses Prutje zoekt een ridder. Prinses Prutje verveelde zich rot. Ze woonde in een sprookje samen met haar hoofddame, die eigenlijk een poedel was. Ze zat in haar torenkamer en ze kon er niet uit. Want beneden, voor de poort, zat een draak. Ja, dat hoort zo in een sprookje, dat wist de draak. En daarom zwaaide hij af en toe dreigend met zijn staart. En liet hij een brul horen en spuwde hij er wat vuur bij. Prinses Prutje had al urenlang prinsessendingen gedaan. Ze had al haar balletpasjes geoefend. Prinsessenlimonade gedronken. Een vingerverfschilderij gemaakt. En een paar sierlijke koprollen. Maar nu was ze het zat. Ik wil naar buiten, pruilde ze. O, maar dat kan niet, prinsesje, zei de hoofddame. Er staat een draak beneden. Nou, dat weet ik ook wel, prinses Prutje zuchtte. Ze liep naar het raam en stak haar hoofd naar buiten. Kun jij niet weggaan? Riep ze naar de draak. Nee, antwoordde die. Dat kan alleen als ik word verslagen. Door een ridder. Oh, zei prinses Prutje. De draak hoopte dat er gauw een ridder aan zou komen. Hij had helemaal geen zin meer om alsmaar voor de poort te zitten en drakerig te doen. Maar dat kon niet zomaar. Hij zat namelijk in een sprookje. Nou aan een ridder? Vroeg prinses Prutje. Nou, misschien kun je een brief sturen, stelde de hoofddame voor. Dat is een goed idee. Prinses Prutje ging aan haar tafeltje zitten en pakte haar roze pen. Daarmee schreef ze op een groot vel papier. Prinses zoekt de ridder om draak te verslaan. Graag snel komen, want ik wil buiten spelen. Prinses Prutje, kijk. Van het papier vouwden ze een vliegtuigje, dat gooiden ze uit het raam. De wind nam het mee, helemaal naar een groot ridderkasteel. In dat kasteel was een badkamer en in die badkamer stond de gele ridder, samen met zijn paard. De lakei van het kasteel was er ook. Vooruit, gele ridder, tijd om uw tanden te poetsen, zei de lakei. Nee, geen zin in, antwoordde de gele ridder. Maar gele ridder, het moet, anders krijgt u gaatjes. En worden uw tanden nog geler. En dan gaat uw mond vies ruiken. Pst, dat kan mij niks schelen, zei de gele ridder. Tanden poetsen is niks voor ridders. Ridders moeten prinsessen redden en verder niks. Zo is het, zei het paard. Precies op dat moment zweefde er een papieren vliegtuigje door het raam van de badkamer naar binnen. De gele ridder pakte het op, vouwde het open en las wat er stond. Aha, riep hij uit. Ten strijde. Hij pakte zijn helm, zijn schild en zijn zwaard, sprong op het paard en liep op een drafje de badkamer uit. En uw tanden dan? Stamelde de lakei. Maar de gele ridder hoorde hem al niet meer. Hij was al bijna bij de toren van prinses Prutje. Hoi, zei de gele ridder tegen de draak. Hoi, antwoordde die. Ik kom jou verslaan, zei de gele ridder. Fijn, riep de draak. Dan kan ik lekker gaan voetballen. Ho, 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 dat gaat zomaar niet, riep de hoofddame, die haar snuit uit het raam had gestoken. Eerst kijken of je wel een echte ridder bent. Kom maar daarboven. Oh, stamelde de gele ridder. Mag ik er even langs, draak? Ja hoor, zei de draak en hij ging opzij. De gele ridder duwde de poort open en liep met zijn paard de trap op naar de kamer van prinses Prutje. De deur stond al op een kier. Ontspannend, hè? Ja, een beetje. De gele ridder nam zijn helm af en maakte een buiging. Goedendag, allerliefste prinses Prutje. Ik ben de gele ridder. Ik kom u redden. Ik kom de draak verslaan.
peinsde prinses Prutje. En hoe weet ik nou of jij een echte ridder bent? Dat kun je ruiken, zei de hofdame. Ga maar eens voor zijn mond staan. O, jakkes. Ja, hij heeft zijn tanden niet gepoetst. Nee, dat dacht ik ook net. Prinses Prutje ging vlak voor het gezicht van de gele ridder staan en haalde haar neus op. Getver! Heb jij je tanden soms niet gepoetst? Nee. Tanden poetsen is niks voor ridders, antwoordde de gele ridder. Ridders moeten prinsessen redden, voegde het paard eraan toe. Nou, doe dat dan maar eens even heel erg snel ergens anders, riep prinses Prutje. Ik wil een ridder die zijn tanden heeft gepoetst. Anders is het geen echte ridder. De gele ridder schrok zo dat hij achterover de kamer uitviel en de trap aftuimelde. Zijn paard tuimelde erachteraan. Ze wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. Teleurgesteld zag de draak hoe ze achter de horizon verdwenen. Voorlopig geen voetbal, mompelde hij. De holle ridder. Prinses Prutje keek beteuterd uit het torenraam. Wat nu? Vroeg ze. Oeh, stuur nog maar een brief, zei de hofdame. En doe het maar snel, want ik moet nog een plasje. En dus pakte prinses Prutje haar roze pen weer en begon te schrijven. Prinses zoekt ridder met schone tanden om draak te verslaan. Graag snel komen, want de vorige ridder was niks en ik wil toch echt buiten spelen. Prinses Prutje. Toen de brief klaar was, vouwden ze er opnieuw een vliegtuigje van. Dat gooiden ze uit het raam. De wind nam het weer mee, helemaal naar het ridderkasteel. Daar was een ontbijtzaal met een grote tafel vol lekkers. Aan die tafel zat de holle ridder, samen met zijn paard. Oh, vooruit, holle ridder. Eet uw boterham eens op, zei de lakei. Geen zin in, antwoordde de holle ridder. Maar holle ridder, het moet, anders krijgt u reuzentrek en wordt uw maag nog holler en dan gaat hij borrelen en knorren. Dat kan mij niks schelen, zei holle ridder. Een boterham is niks voor ridders. Ridders moeten prinsessen redden en verder niks. Nou, dat gaat niet goed komen hoor. Nee, denk je? Nee, dat denk ik niet. Zo is het, zei het paard. Precies op dat moment vloog er een papieren vliegtuigje door het raam van de ontbijtzaal naar binnen. De holle ridder pakte het op, vouwde het open en las wat er stond. Ho ho, riep hij uit. Ten strijde! Hij greep zijn helm, zijn schild en zijn zwaard, sprong op het paard en galoppeerde de ontbijtzaal uit. En uw boterham dan? Stamelde de lakei, maar de holle ridder hoorde de man niet meer. Hij was al bijna bij de toren van prinses Prutje. Hoi, zei de holle ridder tegen de draak. Wat zeg jij? Vroeg hij. Hij kon de ridder niet goed verstaan. Er klonk een hard, borrelend en knorrend geluid van onder zijn harnas. Ik kom jou verslaan, riep de ridder uit. Oh, ik versta je niet. Ik hoop dat je me komt verslaan. Want dan kan ik tenminste gaan voetballen, riep de draak terug. Hé, dat gaat zomaar niet. Daar was de hofdame weer, die haar snuit uit het raam had gestoken. Eerst kijken of je wel een echte ridder bent. Kom maar naar boven. Ik kom eraan, riep de holle ridder. Mag ik er even langs, draak? Met een zucht ging de draak opzij. De holle ridder duwde de poort open en liep met zijn paard de trap op naar de kamer van prinses Prutje. De deur stond al op een kier. Je moet dat het plaatje laten zien. Oh. Ga dan maar weer door. Zit je nog goed? Ja, zeker. Ik ga zo lekker slapen. De holle ridder nam zijn helm af en maakte een buiging. Goedendag, allerliefste, lieftallige, fantastische prinses Prutje. Ik ben de holle ridder. Ik kom u redden. Ik kom de draak verslaan. Peinsde prinses Prutje. En hoe weet ik nou of jij wel een echte ridder bent? Oh, dat kun je horen, antwoordde de hofdame. Luister maar eens goed. Prinses Prutje
ging vlak voor de holle ridder staan en spitste haar oren. De holle ridder hield even zijn adem in. En toen klonk er een hele harde, borrelende knor. Ik zei toch dat het niet goed zou komen. Hé? Riep prinses Prutje. Heb je soms je boterham niet opgegeten? Nee, antwoordde de holle ridder. Een boterham is niks voor ridders. Wat zeg je? Prinses Prutje kwam bijna niet boven het geborrel en geknor uit. Ik versta je niet. Ridders moeten prinsessen redden, riep het paard. Nou, doe dat dan maar eens even ergens anders, schreeuwde prinses Prutje. Ik wil een ridder die zijn boterhammen opeet. Anders is het geen echte ridder. Verschrikt viel de holle ridder op zijn gat, krabbelde overeind en struikelde de kamer uit en de trap weer af. Zijn paard struikelde er achteraan. De draak zuchtte. Oh, weer niks. Zo wordt er natuurlijk nooit wat met het voetballen. Laat dat plaatje nog maar een keer zien. De ridder die nooit slapen wou. Oh, zo wordt het natuurlijk nooit wat met dat buiten spelen, mompelde prinses Prutje. Eerst een ridder met vieze tanden en daarna eentje die niet eens zijn boterhammen opeet. Hoe zorg ik nou dat er een echte ridder komt? Tja, antwoordde de hoofddame. Je kunt natuurlijk op je hoofd gaan staan of een liedje zingen. Maar ik stel toch voor dat je nog een briefje stuurt. En schiet nou een beetje op, want ik moet nog steeds een plasje. Zei prinses Prutje. Vooruit dan maar. En ze ging aan haar tafeltje zitten en schreef. Prinses zoekt ridder die zijn boterham op heeft en zijn tanden heeft gepoetst. Om de raak te verslaan. Graag snel komen, want ik heb nu al 2 waardeloze nepridders op bezoek gehad. En dan wil ik toch echt wel eens een keertje buiten spelen. Prinses Prutje. Toen ze klaar was, legde ze haar roze pen neer en vouwde voor de 3de keer een vliegtuigje van het papier. En voor de 3de keer gooide ze dat uit het raam. De wind nam het mee, helemaal naar het ridderkasteel. Daar was ook een slaapkamer. En in die slaapkamer zat de ridder die nooit slapen wou. De ridder die nooit slapen wou, zat slapjes op de rand van zijn bed. Naast hem stond zijn paard. Vooruit, ridder, die nooit slapen wou. Ga nou gewoon even slapen, zei de lakei. Geen zin in, antwoordde de ridder. Maar ridder die nooit slapen wou, het moet. Anders bent u dadelijk ontzettend moe en dan valt u overal in slaap. Ja, dat kan me niet schelen, zei de ridder die nooit slapen wou. Slapen is niks voor ridders. Ridders moeten prinsessen redden en verder niks. Zo is het, zei het paard. Precies op dat moment dwarrelde er een papieren vliegtuigje door het raam van de slaapkamer naar binnen. De ridder die nooit slapen wou, pakte het op, vouwde het open en las wat er stond. Jippie, gaapte hij, ten strijde. Hij pakte zijn helm, zijn schild en zijn zwaard, hees zich op zijn paard en schokte de slaapkamer uit. En hoe slaap je dan? Stotterde de lakei. Maar de ridder die nooit slapen wou, hoorde de man niet meer. Hij was al bijna in slaap gevallen. Op zijn dooie gemakje slofte hij naar de toren van prinses Prutje. Hoi, zei hij tegen de draak, toen die ridder er eindelijk was. Hoi, antwoordde de prins die nooit slapen wou. Kom je mij verslaan? Nou en of, antwoordde de ridder die nooit slapen wou. Nou, dat hoop ik dan maar, want dan kan ik eindelijk gaan voetballen, zei de draak. Wacht even, klonk het boven hun hoofden. Oh, nee, heb je haar weer? De draak slaakte een diepe zucht. Eerst even kijken of je wel een echte ridder bent. Kom maar naar boven. Ik kom eraan, mompelde de ridder die nooit slapen wou. Laat maar eens langs, draak. Tuurlijk, zei de draak en hij deed weer een stapje opzij.
De ridder die nooit slapen wou, duwde de poort open en liep met zijn paard de trap op naar de kamer van prinses Prutje. De deur stond al op een kier. De ridder die nooit slapen wou, nam zijn helm af en maakte een buiging. Goedendag, allerliefstalligste prinses Prutje. Ik ben de ridder die nooit... Nou ja, ik bedoel... Ik kom je redden. Ik kom je eraan verslaan. Zei prinses Prutje. En hoe weet ik nou of dit een echte ridder is? Nou, dat kun je merken, antwoordde de hoofddame. Doe maar gewoon eens eventjes niets. Of dan gaat hij in slaap vallen. Ja, dat denk ik ook. Prinses Prutje deed niets. Ze keek alleen maar naar de ridder die nooit slapen wou. Die knikkerbolde nog een paar keer met zijn hoofd. En toen viel hij toch in slaap. Hé, riep prinses Prutje uit. Nou zeg, heb je soms niet genoeg geslapen? De ridder die nooit slapen wou, schrok wakker. Nee, stamelde hij. Dat is niks voor ridders. Ridders moeten prinsessen redden, voerde zijn paard eraan toe. Nou doet dat dan maar eens even ergens anders. Prinses Prutje stampte hard op de vloer. Ik wil een ridder die op tijd gaat slapen, anders is het geen echte ridder. Van schrik duikelde de ridder die nooit slapen wou de trap af. Zijn paard duikelde erachteraan. Beneden aangekomen vielen ze met z'n tweeën in slaap. Wat een idioot sprookje is dit, klaagde de draak. Ik wil gewoon een ridder die mij verslaat en daarna voetballen. Is dat nou zo moeilijk? Hij voelde zich hopeloos en kreeg een hoestbui. Waarbij er per ongeluk een paar vlammen naar het raam van de toren schoten. De hoofddame, die eigenlijk een poedel was, stond op dat moment vlak bij het raam en woesh! Daar vloog haar staart in de brand. Sorry, zei de draak. Oh, dat geeft niks, zei de hoofddame. En ze gooide een glas prinsessenlimonade over haar staart heen. Is er dan echt geen echte ridder? Prinses Prutje was inmiddels woedend. Ik wil buiten spelen, gilde ze. Ze lag op de vloer van de torenkamer en spartelde met haar armen en benen op de grond. Probeer het nou nog één keertje, zei de hoofddame. Nee, krijste ze. Maar dan kun je niet buiten spelen en dan kan ik geen plasje. En dan kan ik niet voetballen, riep de draak door het raam. Weet je, probeerde de hoofddame. Misschien waren deze ridders ook wel een beetje dom. En misschien moet je nog iets duidelijker opschrijven wat voor ridder dat je zoekt, hè? Prinses Prutje ging rechtop zitten. Nou ja. Oké dan, mokte ze. Maar dit is echt de allerlaatste keer. Ze pakte haar roze pen en met haar tong uit haar mond schreef ze... Prinses zoekt een slimme ridder die goed wakker is omdat hij op tijd is gaan slapen, die zijn boterham op heeft en zijn tanden heeft gepoetst om draak te verslaan. Graag snel en onmiddellijk komen, want het stikt in dit sprookje van de prutridders waar je niks aan hebt. En als er nou niet gauw iemand komt om die drakenlesje te leren, dan is het straks te donker om buiten te spelen. Prinses Prutje. Goeie brief, vond de draak. Zei prinses Prutje. Als het nou niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Voor de allerlaatste keer vouwde ze een vliegtuigje van het papier en dat gooide ze het raam uit. De wind nam het mee en bracht het naar het ridderkasteel. Maar daar waren alle ridders op. De wind besloot toen om het vliegtuigje maar gewoon ergens in het bos neer te leggen. Er was niemand in het bos, alleen Johannes. Maar Johannes was geen ridder, hij was een gewoon jongetje. Hij had geen paard. Maar hij had een rood fietsje. Maar hij had wel zijn tanden gepoetst, zijn boterham gegeten en hij ging altijd op tijd naar bed om lekker te kunnen slapen. Oh, ik denk dat dit het is. Lees nou maar door, want het is een beetje spannend. Johannes had een grote mand bij zich en een krukje om appels te plukken. Hij had net een mooie boom vol met appels gevonden toen hij het papieren vliegtuigje zag. Het ging in een struikje naast de boom. Johannes pakte het, vouwde het open en las wat er stond. Zei hij, blijkbaar moet ik ten strijde. Hij stopte nog gauw wat appels in zijn zak, pakte zijn krukje weer op, fietste het bos uit
en al snel zag hij in de verte de toren van prinses Prutje. Voorzichtig reed hij er naartoe. Hoi, zei Johannes tegen de draak. Hoi, antwoordde die. Ik kom jou verslaan, zei Johannes. Ja, dat zal wel, zei de draak. Dat hebben we al eerder gehoord. Echt, zei Johannes. Pff, deed de draak. Je hebt niet eens een helm, of een schild, of een zwaard. Wel waar, antwoordde Johannes. Hij zette de mand op zijn hoofd, brak een poot van het krukje af en hield de rest van het krukje voor zijn borst. Zie je nou wel? Een helm, een schild en een zwaard. Lachte de draak. Nou, ben ik niet bang voor jou, hoor. Help, X, een draak. Ik bedoel een ridder natuurlijk, hè, want ik ben de draak. Hé, 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 dat gaat zomaar niet, klonk een stem boven hun hoofden. Het was de hofdame. Wie ben jij? Ik ben Johannes, ik kom de draak verslaan. Wij moeten eerst kijken of jij wel een echte ridder bent. Kom maar naar boven. Oké, riep Johannes opgewekt. Mag ik er even langs, draak? Ja, ja, ga er maar langs. Maar dan moet je wel beloven dat jij een echte ridder bent en mij gaat verslaan, zodat ik eindelijk kan gaan voetballen. Beloofd, zei Johannes. Hij duwde de poort open en liep de trap op naar de kamer van prinses Prutje. En de deur, die stond al op een kier. Johannes nam zijn mand af en maakte een buiging. Hey, prinses Prutje, ik ben Johannes. Ik kom je redden. Ik kom de draak verslaan. Deed prinses Prutje. En hoe weet ik nou of dit een echte ridder is? Nou, dat kun je horen en ruiken en merken, antwoordde de hofdame. Ga eerst maar eens voor zijn mond staan. Dat deed prinses Prutje. Ze ging vlak voor het gezicht van Johannes staan en haalde haar neus op. Heerlijk fris. Je hebt zeker je tanden nog pas gepoetst. Tuurlijk, antwoordde Johannes. En luister nu eens heel goed, ging de hofdame verder. Prinses Prutje spitste haar oren. Ze hoorde niks. Voor alle zekerheid legde ze even haar oren op zijn buik. Geen geborrel en geknor, zei ze. Je hebt zeker je boterham helemaal opgegeten. Ja, echt wel, zei Johannes. En vraag hem nou eens of dat hij moe is, vervolgde de poedel. Ben jij moe? Vroeg prinses Prutje. Nee hoor, antwoordde Johannes. Ik ga altijd vroeg naar bed om lekker te slapen. Oh, een echte ridder, juichte prinses Prutje. Ik heb een echte ridder gevonden. Van vreugde maakte ze een rondedansje door de torenkamer. Prachtig, knikte de hofdame tevreden. Ridder Johannes, nu moet u de draak verslaan. Geen probleem, zei Johannes. Hij liep de trap af en de poort weer door, naar buiten. En? Vroeg de draak. Kom maar op, riep Johannes en hij zwaaide met de poot van het krukje. De draak fronste zijn wenkbrauwen. Heb je niet iets om mee te gooien? Johannes dacht even na en pakte toen de appels uit zijn zak. Is dit iets? Prima, zei de draak. En toen was het gauw gebeurd. Johannes at altijd zijn boterham en daarom was hij berensterk en kon hij heel hard met appels gooien. Bovendien sliep hij altijd heerlijk, zodat hij prima uitgeruist was en heel goed kon mikken. Pats! Daar vloog al een appel. Keihard tegen de neus van de draak aan. En pats! Weer een. Op zijn oog. En pets, nog eentje. Tegen zijn drakenbillen. Het duurde niet lang of de draak blies de aftocht. Dat vond hij natuurlijk helemaal niet erg, want nu kon hij eindelijk gaan voetballen. Terwijl hij wegrende en de appels om zijn oren vlogen, zwaaide hij blij naar Johannes. Die zwaaide terug en zette toen zijn goed gepoetste tanden in de laatste appel die nog over was. Wil je een hapje? Vroeg hij aan prinses Prutje die uit het raam van de torenkamer hing. Ja, lekker! Riep ze. Ze rende haar kamer uit en stoof de trap af. De hofdame rende achter haar aan en deed eindelijk haar plasje. Lekker buiten in het gras. Heel netjes, hè? Zonder te knoeien. Johannes en prinses Prutje aten de appels samen helemaal op. Daarna speelden ze urenlang buiten, totdat het bijna donker was.
Toen sprong Johannes op zijn rode fietsje. Prinses Prutje sprong achterop. En zo reden ze met z'n tweetjes het sprookje uit. Ondertussen was de gele ridder in de badkamer alle tandenpoetsbeurten die hij nog had overgeslagen aan het inhalen. Zodat niemand meer zou kunnen zeggen dat hij geen echte ridder was. En dus poetste hij nu voor de 27e keer zijn tanden. Goed zo, gele ridder, riep de lakei. Nog maar 34 keer. Antwoordde de gele ridder met zijn mond vol tandenpasta. De holle ridder zat aan tafel in de ontbijtzaal. Hij stopte net de 77e boterham met kaas in zijn mond. Want hij wilde alle boterhammen die hij had overgeslagen toch nog even opeten. Dan kon hij tenminste niemand meer zeggen dat hij geen echte ridder was. Goed zo, holle ridder, knikte de lakei. Nog maar 84. Gosjof, gosjof, antwoordde de holle ridder met zijn mond vol boterhammen met kaas. En de ridder die nooit slapen wou, die had inmiddels ook wel begrepen dat hij nou toch echt eens een keertje naar bed moest. Daarom besloot hij om terug te gaan naar de slaapkamer van zijn kasteel. Ik ga alle slaap die ik heb overgeslagen inhalen, sprak hij plechtig. En daarna kan niemand meer zeggen. Wat hij nog meer wilde zeggen, weet niemand. Want de ridder die nooit slapen wou, was alweer in slaap gevallen. Net als zijn paard. Deden ze allebei. En zo slaapwandelde ze snurkend het hele sprookje door. Van links naar rechts en van voor naar achter. Waarschijnlijk slaapwandelen ze nu nog steeds. Dus als je ze ergens tegenkomt, loop dan maar zachtjes naar ze toe en wijs ze voorzichtig de bed weg naar bed.